volgende thuistraining bij FSF. En de workout vandaag is Home Barbara. Zoals jullie al weten is het thema van deze maand workout Barbara. En we gaan gewoon lekker door met voorbereiden op de workout. Dus wat gaan jullie doen? 5 rondes voor tijd van de volgende. 20 bent over rows. 30 couch push-ups. 40 sit-ups. En 50 air squats. Ja, wat jullie ook zien erbij is er altijd een verplichte 3 minuten rust nadat je werk hebt geleverd. De bedoeling is dat je dit allemaal unbroken kan doen. Of in ieder geval dit stukje misschien in 2 sets, maar zeker hierna unbroken. En dat eerste gedeelte van de bent over rows ook lekker unbroken kan doen. De rust is 3 minuten, dus probeer niet te smokkelen 2,5 of steeds minder om een snelle tijd te krijgen. Want als je 3 minuten wacht, kan je harder pushen als je je volgende ronde gaat doen. Veel plezier en zeker je scores posten. Alright, beweging nummer 1, de bent over rows. Wat belangrijk is, is afhankelijk van de grootte van wat je zometeen gaat gebruiken, moet het wel passen tussen je benen. Je gaat voorover buigen, klein knikje in je knie, mooi rechte rug. En probeer te denken een beetje aan een good morning positie. Vanaf hier ga je ellebogen naar achter trekken richting het plafond en terug. Zorg wel dat je geen bicep curl van maakt, dus alleen je ellebogen gaat buigen, maar echt helemaal naar achter gaat trekken, zoals Robin hier mooi doet met je hele arm. Na je bent over rows ga je door naar de couch push-up. Afhankelijk van de hoogte van je couch gaan je de moeilijkheidsgraden bepalen. Wat belangrijk is, is van hoofd tot en met teen is 1 mooie rechte lijn. Je billen zijn aangespannen, bovenbenen aangespannen, buik aangespannen. Alles is kei strak. En het enige dat eigenlijk beweegt zijn je armen. Ja? Zorg dat je ellebogen langs je lijf gaan en dat je niet te breed gaat pushen. Vanaf hier de sit-up. Ga je lekker op je billen zitten. Benen uitgestrekt. En dan gooi je hard met je armen naar voren, tenen aanraken en terug boven je hoofd. Aantikken. Daarna sta je op naar je 40 sit-ups en doe je 50 air squats. Voeten zijn squatbreedte, dat schouderbreedte of ietsjes daarbuiten. Je gaat je billen naar achter sturen om de beweging te initiëren. En vanaf daar is het helemaal naar beneden zakken met een mooie rechte rug. Het liefste volledig diepte, maar jouw diepte wordt bepaald door hoe je hem uitvoert. Dus dit is ook prima als dit betekent dat je borst mooi rechtop blijft.